Iedereen van harte welkom hier in de Oude Kerk te Scheveningen. Ook iedereen die met ons mee verbonden zijn via de techniek, hartelijk welkom hier in de Oude Kerk. Deze dienst zal worden geleid door dominee Wegink. Aan het orgel is Bert den Hertog. En wij willen deze dienst aanvangen door staande te zingen. Gezang 154, vers 1 en 3. Kerkraad wens u een gezegende dienst. In een stil gebed bereiden we ons voor op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Op deze zondag openen we met het woord uit Matteüs 16, vers 21. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden. En ten derde dagen opgewekt worden. Zo vangen we de lijdenstijd in dit jaar aan. Wij zingen het vierde couplet van Psalm 95, want Hij is onze God.
Gods gebod komt vanmorgen uit Leviticus 19. Daarna zingen wij uit Psalm 130 het tweede couplet, zo gij in het recht wilt treden. De Heere zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heere, jullie God, ben heilig. Toon dan ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heere, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heere, jullie God. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot de rand van de akker. En raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je de wijnoogst binnenhaalt en druiven plukt, loop dan niet nog alles een keer na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen. Laat dat liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heere jullie God. Steel niet, lieg niet, bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee onteer je de naam van je God. Ik ben de Heere. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove. Plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heere. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijken niet voor, maar zie ook machtshebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig over je naaste. Breng het leven van een ander niet in gevaar. Door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heere. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat niet omwille van een ander schuld op jou. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heere. Laten wij samen zijn in het gebed. Heere, we komen tot u en we bidden om vergeving van onze zonden. Als u de meetlat van de wet langs ons leven legt, is er veel te kort. Niet alleen in de uiterlijke dingen, maar ook in onze diepste bewogenheid, in ons hart. Welk mens kan u uit eigen kracht helemaal zoeken? En wie is nu zo goed voor de naaste dat hij daarvoor zijn eigen plaats opgeeft.
We belijden aan u onze zonden om in vrede tot u te kunnen komen. We vragen van u om een rein hart, om naar uw woord te kunnen luisteren. We bidden van u dat ook vandaag het evangelie mag doorklinken van Christus die de verlosser is. Alles kwam op hem, hij droeg het onze. Door zijn striemen is ons genezing gegeven. Geef ons ook vandaag het evangelie te verstaan waarin Christus een grote plaats inneemt. En in een onzekere wereld waarin van alles loos is, bidden we u om uw nabijheid. We danken u voor het heerlijke moment van de zondag. En ook dat we naar de dienst mogen komen vanmorgen. En dat we die hierbij kunnen wonen, live, dat is in levende lijven, terwijl we hier persoonlijk aanwezig zijn, of anderszins. Op dit moment en later wordt er ook door vele anderen verbonden met ons de dienst meebeleefd. Misschien wel tot over de grenzen ver heen. Heere onze God, dat bereik dat het evangelie heeft, ook hier voor ons, maar wereldwijd, wat het evangelie uithaalt, dat weet u. En u hebt gezegd, het zal doen wat u behaagt. En het keert nooit leeg terug. En dan mag er vandaag in de gemeenten en kerken in de wereld een heleboel gebeuren. In de liturgie, in de verkondiging, in de sacramenten. Verschillende talen, verschillende wijzen van benadering. En zo mogen mensen zeggen, ook in de wereld, er is een God die hoort. Een God van wie we verantwoording moeten afleggen. En een God die ons zegent met zijn liefde. Laat het een mooie zondag zijn. En ook in de verdiepte tijd die voor ons ligt, geef ons ook een prediking die ons hart kan voeden. Ook de liturgie, ook de gebeden, de gezangen, de muziek, wat we doen, oppassen op kinderen of aan de kinderen het evangelie vertellen. Als we dat thuis meebeleven of hier in de kerk, dat uw Heilige Geest daarin werk kan doen. Zegen ook de dienaren van uw woord en allen die in de gemeente een taak hebben. En mag het dan ook zo zijn, op of onder de kansel, door onze rijen heen, dat we aangeraakt worden. En als we straks de dienst verlaten, dat we toch ook van binnenuit iets kunnen zeggen. U hebt ons aangesproken. En wat bent u goed voor ons, terwijl het niet verdiend is. Dank u wel voor uw bewarende hand in de week en de tijd die achter ons ligt. En dat we hier mogen zijn. En de dingen die we misschien heel vanzelfsprekend vonden, die maken ons ook bewust dat u toch niet zich van ons hebt verwijderd, maar dat u ook uw dagelijkse goedheid aan ons geeft. We mogen daardoor ook milde mensen worden. Wilt u ons nabij zijn in deze dienst, of we hier pas in het geloof zijn gegroeid, of we al daarin geoefende christenen zijn, laat ook vanmorgen er iets zijn van de vreugde en ook de kracht van de vleugels van de Heilige Geest. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden en in de nabijheid van de Geest. Wij bidden u dat in eerbied om Christus wil. Uit genade. Amen. Zovelen als er onder ons zijn die met schaamte en smart hun zonden beleden hebben en gelovig vertrouwen op de verdiensten van de Heere Jezus Christus, aan hen mogen we verkondigen dat de zonden ook vergeven zijn door de naam van onze Heere Jezus Christus, die in eeuwigheid wordt geprezen. Als mensen zich verharden en niet van bekering willen weten, God geeft nog de tijd om tot verandering te komen. Wie zich verhardt tegen God en dat bewust doet, voor hem of haar is er een gebondenheid in het Koninkrijk der Hemelen en wordt het nog niet ontbonden, totdat een mens ook week mag worden voor God. We zingen zo meteen uit de psalm die dan nu komt, en 138, het vierde couplet, nadat ik deze woorden heb gelezen, waarin in de weken van de lijdenstijd het Hosanna doorklinkt. Ach Heere, red ons toch, geef ons toch voorspoed. Dit is de dag die u gemaakt hebt. Laten we juichen en ons verheugen. Hosanna, gezegend wie komt in de naam des Heren. Wij zegenen u vanuit des Herenhuis. Loof de Heren, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Hosanna. Thank you.
Wij openen de schrift en lezen uit het Oude Testament Jesaja 42, 1 tot 4 over de knecht des Heren en uit het Nieuwe Testament het Evangelie naar Matteüs 27, 11 tot 26, Jezus voor Pilatus. Jesaja 42. Zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. En dan uit het evangelie, als gezegd uit Matteüs. We beginnen. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem: u bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem: u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Bar-Abbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Bar-Abbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over, dat zij om Bar-Abbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Ze zeiden: Bar-Abbas. En dan de tekst voor vanmorgen. Pilatus zei tegen hen: wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen tegen hem: laat hij gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer: laat hij gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, u moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Bar-Abbas voor hen los. Maar nadat hij Jezus gegezeld had,
gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn wij als wij het woord van God horen en bewaren. Hosanna. We hebben 2 kinderen in de kerk. Ik zie Ari, ik zie Hadassa. En ik zie Rien die de kinderdienst doet. Rien, als vader aan jouw kind het evangelie vertellen, sluit wel een beetje aan bij het leven, denk ik, hè, of niet? We komen even naar voren. Hadassa komt ook even. En ik kom ook even bij jullie staan. Jij komt bij mij staan. Oh, ook goed, jongen. Heel goed. Kom maar hier. Ja, kijk eens. Kom eens even hier staan. Je hebt hier nog nooit gestaan, denk ik, of wel? Ik heb hier nog nooit gestaan. Nee, maar vandaag doen we dat wel even. Je vader heeft hier wel eens gestaan, denk ik. Ja, heel goed, heel goed. Kindermoment. Dus er komt de vertelling zo meteen in de kinderdienst. En dan gaat je papa Rien dat vertellen. Hadassa gaat nog naar de oppas zometeen. Dus Hadassa, voor jou moet ik een treetje lager staan. Laat deze grote jongen daar maar staan. Hoi, is het goed met jou? Ja, oh, je bent een schatje. Mag ik aan de microfoon praten? Zometeen mag jij door de microfoon praten. En dan geloof ik dat boven in de regiekamer André Vink en Corné Ros dat voor ons regelen. Want ik ga eerst aan jouw vader even vragen. Aan Rien. Rien, wat is vanmorgen de vertelling? Nou, ik hoorde voor in de dienst dat u het iets over Matteüs 16, geloof ik, over een omslag, een kentering. Arie, even. En daar gaan wij het eigenlijk ook over hebben, alleen dan uit Marcus 8. Jezus heeft al die tijd wonderen verricht en over het koninkrijk van God verteld. Alleen nu gaat er iets vreemds raars plaatsvinden. Hij vraagt eerst van wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan wil hij weten van wie zeggen jullie dat ik ben? En dat is een vraag die we eigenlijk ook naar onszelf gericht mogen krijgen. Wie vinden wij dat de Heer Jezus is, zeg maar. En dan vertelt hij van inderdaad, ik ben de Messias. Maar dat moet je nog even geheim houden, want er moet nog een hoop gebeuren. En dat kan Petrus niet zo goed verwerken, zeg maar. En dat ga ik verder eigenlijk vertellen. En daar gaan we een werkje over maken boven. Heel goed. Dus. Toen ik de ouderensoos mocht openen, een paar dagen terug. Onze leidster zit hier, Wil Plug, heb ik ook dat gedeelte gelezen. Om te zeggen van, dat tekent voor ons de tijd van de leidersweken, de tijd voor Pasen. Ga jij naar het verhaal van je vader luisteren? Ga eens even zeggen, ja? Iets. En hoe vind je het om in de kerk te zijn vanmorgen, Arie? Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om altijd met mijn vader op de zondag naar de kerk te gaan. Heel goed. En soms zijn er ook andere kinderen, maar vanmorgen dus niet zoveel. Soms niet. Nou ja, dat weten we nooit zeker. Maar als je dus alleen bent, is het ook een keertje niet zo erg. Andere keer zijn er weer meer kinderen. Ja. Maar nu ga ik iets vertellen. Nu gaan we een liedje doen en dat gaan ze van boven voor ons op het scherm zetten. En dat lied, is dat gelukt jongens in de regiekamer? Het lied Al zo lief had God de wereld. Het zijn 3 vlotte kindercoupletjes. We kunnen er ook allemaal mee zingen. Thank you.
Nou, een mooie kindernevendienst en we zien elkaar straks weer terug. En we gaan verder met de dienst hier. En ik ga aankondigen dat we de collecten doen. We gaan rond met de collectenzak, ook voor de mensen thuis zeg ik dat. Er zijn 3 collecten en tegelijkertijd zeg ik ook wanneer u meedoet via de digitale collecten. En u hebt misschien op uw mobieltje de mogelijkheid om mee te dragen. Doe dat ook en dat mag u ook thuis doen. U ziet ook de rekeningnummers die daar staan. Dus we prijzen het toch wel een beetje aan, ook bij elkaar, om daar iets mee te doen. En dan is de eerste collecte, diaconiecollecte, bestemd voor de hulp in de Oekraïne. De tweede collecte, de voortgang van pastoraat en eredienst. En de derde, de kosten die aan dit gebouw verbonden zijn en die we ook met elkaar deels proberen te dragen. Dat is de inzameling en misschien heeft iemand wel gedacht, we zingen vandaag alleen maar psalmen. Nee, er komen ook gezangen. En er komt een nieuw lied. En dat nieuwe lied, dat is zo mooi gemaakt over de tekst of de bijbellezing. Dat is van André Troost uit de bundel Zingende Gezegend. Op de melodie van Als ik het Wonderen Kruis aanschouw, zingen we een aantal coupletten van O Lam dat leidt en duldt en draagt. U ziet het op het scherm, hier in de kerk en thuis. En ons organist speelt even kort voor en zet dan het lied tijdens de collecte in.
Na de verkondiging zingen we de coupletten 3 en 4 van gezang 39 uit de hervormde bundel. Gun dat ik u dankbaar nader, o middelaar bij de Vader. En het vierde couplet, o Godslam, nooit volprezen. De prediking van morgen komt uit Matteüs 27, vers 22. Pilatus zei tegen hen: wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Dus als thema: wat moet ik doen met Jezus? En we lopen even langs het niet weten en het volgen dat Jezus zelf doet en het geloven in hem dat er voor ons mag wezen. Broeders en zusters, u en jullie hier in de kerkruimte en meteen met ons verbonden, thuis of waar dan ook, op welk moment dan ook, de zondag of daarna, gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de weken die nu beginnen, staan we zeker ook stil bij mensen die we tegenkomen op de lijdensweg van Jezus. Mensen in wie we soms ook wel iets van onszelf herkennen. Figuren die je volgen of niet volgen moet. En dat kan voor ons de band met onze levende heiland versterken. Het onderwerp van morgen is al meteen een schot in de roos, al ver in de lijdensgeschiedenis. Pilatus. De man die in grote verlegenheid de vraag stelt: wat moet ik doen met Jezus? Hij wist het niet. En daar en tegen de boze tegenstanders, die wisten het wel. Aan het kruis met Jezus. Zelf volgt de Heer Jezus het gebod van de Vader om zijn wil te doen en verlosser te worden. En dat wordt voor ons de heilsprediking die we mogen horen en ook mogen geloven. Een Jezus die zich vrijwillig gevangen laat nemen, zich laat veroordelen. Dat is zijn liefde en zijn genade. Daar gaat het over voor morgen op de eerste lijdenszondag. Ze keuren Jezus officieel af. Ze willen van Jezus af. Of toch niet. En hoe is het bij ons? Wat dunkt u van de Christus? Willen we van hem af of willen we bij hem blijven? Drie kapstokjes noemde ik. Dat eerste punt. Het niet weten van Jezus. Pilatus weet niet goed wat hij met Jezus aan moet. Hij wordt met hem opgezadeld. En terwijl Pilatus bepaald geen zacht figuur is, een besliste man en notabene ook een hardvochtige man, kan hij op dit moment niet doorpakken en is hij een aarzelaar. De Joden hebben aan Pilatus, de Romeinse stadhouder, iemand overgeleverd van wie ze zeggen: dat is een koning. En als je een vriendje bent van de keizer, dan laat je hier geen koning toe, dan reken je af met zo'n rebel. Een politiek probleem dus. Pilatus regelt dit. Doe dat zo snel mogelijk. Het is bijna Pasen. Wij mogen onze handen in deze paastijd niet vuil maken. Hier heb je Jezus, handel ermee af. Pilatus moet berechten.
Pilatus heeft een rechtsfunctie. Hij zit ook op de rechterstoel. Hij vertegenwoordigt het veelgeprezen Romeinse recht en gezag. Pilatus heeft Jezus ondervraagd. En hij ziet dat dit geen oproerkraaier is. En geen staatsgevaarlijk figuur. Pilatus heeft ook wel iets gehoord van de godsdienst van de Joden. Maar daar heeft hij niet veel mee op. Pilatus zelf, maar daar moet ik zo nog iets van zeggen, weet het allemaal niet zo, die religieuze dingen en dat geloof. Die Joodse mensen die hebben iets met Jezus. Ze hebben een godsdienstige twist. Daarom willen ze hem kwijt. Als Pilatus het goed begrepen heeft, hij houdt zich niet aan de Sabbat. Doet dingetjes die de regels overtreden. Hij zegt smadelijke dingen over de tempel, dat die wel afgebroken zou kunnen worden. En het allerergste, het is nog een vloekbeest ook. Dit kind uit een rare relatie noemt zich notabene zoon van God. Hoe kun je zo de heilige God onteren? Ja, die dingen, die hoort Pilatus. En dat komt naar hem toe. Hij weet er niet wat hij daarmee moet, dat weet hij helemaal niet. En de Joodse mensen die bang zijn dat Pilatus de hele zaak gaat seponeren, die zeggen, hij is staatsgevaarlijk, het is een koning. We geven bericht aan Rome wanneer u niet goed op de tent past hier. En dan kan u ook wel fluiten naar uw promotie. Pilatus probeert nog wat uitvluchten te nemen. De gewoonte was nog een stukje amnestie rond de Pasen. Dat ze een gevangene vrij lieten ter wille van het feest. Dus hij zet de troef in, Jezus op het tweetal, of die kwaaie Barabbas aan het kruis, of Jezus aan het kruis. Hij denkt, dan zullen ze die kwaaie Barabbas toch wel willen afrekenen. Ondertussen komt zijn vrouw ook nog. Stuur ik of stuur jij? Wat bemoei je nou mee? Ze stuurt aan haar schattenbout, of ze elkaar zo gekend hebben, weet ik niet, een briefje, een kattenbelletje. Bemoei je toch niet met deze rechtvaardige? Ik heb er vannacht over gedroomd, veel over geleden. Ach, dat gedoe van Claudia, die komt er ook nog tussendoor. Hij is de regie helemaal kwijt. Helemaal kwijt. Want het volk wordt opgezweept door overpriesters en schriftgeleerden, vol agressie tegen Jezus, die godsdienstig zo'n verkeerde weg gaat. En Pilatus moet nu Jezus opruimen. Het volk wordt opgeheut om te kiezen voor de vrijheid van Barabbas in een bliksemcampagne. En die wordt het dus ook. Wat heeft dat volk toch eigenlijk tegen Jezus? Ja, net gezegd. Hij houdt de wet niet. Hij acht zich Gods zoon. Messias moet nog komen. En dan zou deze uit Nazareth de Messias zijn. Ze hebben valse getuigen erbij gehaald. Dit wordt hun dag. Nu komen ze eindelijk van Jezus af. Maar dan moet die Pilatus dus wel meewerken. Dus Barabbas vrij, Jezus aan het kruis. En Pilatus die maar steeds zegt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen met deze Jezus die jullie de Christus noemen? Want de mensen hebben dat hardop gezegd. Misschien waren het wel dezelfde mensen die vorige week nog Hosanna, gezegend hij die komt, hebben geroepen. En die deze week zeggen, weg met hem. Als je op populisme koerst, ook in onze politiek, op populisme koerst, dan heb je de ene keer alle mensen mee. En misschien een paar dagen later, als het weer omslaat, heb je alle mensen tegen. Zo is het daar ook. Wat is dat toch, die haat die er zo is tegen Christus. Vreselijk is dat. Ze willen hem aan het kruis hebben. Het kruis dat is aan het hout hangen en dat is de vervloekte straf. Die wordt dus aan een uitgestotene gegeven. Vervloekte die aan het hout hangt, zegt de Joodse wet. En de Romeinen, die kruisigden alleen maar mensen die ze eigenlijk prullen van mensen vonden. En het was een vreselijke straf, een diepe minachting wanneer je gekruisigd werd. Wat doen wij nou met dat gedeelte? We beginnen de lijdenstijd. En we zetten vandaag meteen fors in, terwijl het carnaval gevierd wordt in andere streken en de 40 dagen tijd nog moet beginnen, hebben wij het over de lijdenstijd van morgen. Wat zegt ons dit allemaal? Wat proeft u nu in die woede van dat volk? Zie je daar eigenlijk niet de zonde van de mens in? Is de mens niet geneigd om
God aan de kant te zetten en zelf zijn haantje baas te willen laten kraaien. Als we God in de vingers kunnen krijgen, dan maken we hem dood, hè? En dan moet ik even denken aan Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Nietzsche was een domineeszoon. Nietzsche eindigde later krankzinnig. Nietzsche zei ook wel vreselijke dingen. En soms zei hij ook de waarheid. Nietzsche heeft eigenlijk gezegd, ze doden hun eigen helper. Dat doen de mensen. De mensen doden hun eigen helper. Ze doden hun eigen zaligmaker. Wat bedoelde Nietzsche daarmee? We komen daar in deze tijd ook een beetje achter. Als er een geest ontstaat van, ik maak mijn eigen wetten, ik ben mijn eigen mens, ik ga in alle dingen zelf bepalen wat ik wil. En ik heb de macht van de wetenschap aan de ene kant en de macht van de techniek aan de andere kant. Dan zeggen we weg met God. En dan zeggen we, die Jezus past niet meer in het concept van deze tijd. En het verhaal van zonde en genade en van verlossing, dat is een verhaaltje, dat doet het niet meer in deze tijd. Dan doden we onze eigen helper. Nietzsche zei, de tijd komt dat een mens zo in zichzelf gelooft, dan doodt hij zijn helper. En dan staan wij vanmorgen in de kerk hier, we zijn in de kerk. Als je in de kerk bent op zondagochtend, dan ben je nog helemaal in de wereld. Maar je bent toch eigenlijk ook met één been in het koninkrijk van God. Het ging op de Bijbelkring onlangs daarover. Je kunt heel makkelijk in deze tijd gewoon een vriend van de wereld zijn. Met de dingen meelopen. Maar dat vriend van de wereld zijn, dat heeft dus aan een andere kant toch ook iets van, dan word je heel snel vijand van God. Ligt het zo scherp? Moet ik dan kiezen? Wat moet ik daarmee doen? Ja, Pilatus wist niet wat hij kiezen moest. Hoe heeft Jezus dat genoemd toen hij zijn discipelen aansprak? Jullie zijn wel in de wereld, maar het in de wereld zijn betekent niet dat je met hart en ziel ook helemaal van de wereld moet zijn. Het is soms zo'n hele dunne scheiding die we moeilijk kunnen vinden. We zijn zondaren geworden. We zijn vijanden van God. Geneigd om God en de naaste te halen, te haten. Dat is catechismestaal, maar het is wel de diepste waarheid. Als wij denken, nou bij mij valt het mee, dan bedriegen we onszelf. Ook daarom hebben we nog weer zonde en schuld beleden. Heb ik de liturgische woorden nog weer gesproken vanmorgen. Wie zijn hart bekeert tot God, die mag van genade weten. Maar wie hard is, die moet maar oppassen dat het niet misgaat. Laten we niet denken dat we anders zijn. Als we op onszelf vertrouwen, dan vertrouwen we niet op de diepste bron van het leven. Pilatus. Pilatus die daar maar steeds roept, ik weet het niet, ik weet het niet. Wat zal ik doen met Jezus? Hij zit in zo'n lastig parket. In een ander evangelie staat dat Pilatus dat luid heeft uitgeroepen. Ik weet niet wat ik met het moet doen. Pilatus, maak je keuze, man. Mensen vandaag de dag, maak je keuze. De mensen vandaag zijn net als Pilatus. Pilatus is, hoe zou u dat noemen? Pilatus is een agnost. Een agnost, dat is dat is geen atheïst. Een atheïst die zegt, er is geen God. Een agnost die haalt de schouders op, die weet het niet. Een agnost is een niet-weter. Hij is een schouderophaler. Hij is geen zware tegenstander van het geloof. Maar hij is ook niet een beleidend gelovige. Hij is zoals zoveel mensen vandaag, het schurkt er in de verte nog een beetje tegenaan. Ze hebben nog wel een paar spatten van cultuurchristendom. Of cultuurkatholicisme. Of cultuurprotestantisme. Van huis uit ben ik protestant, maar je moet er niet verder naar vragen. Ik weet het eigenlijk allemaal niet. Een agnost zegt, of God bestaat of niet bestaat, dat weet ik niet. En het kan me ook niet zoveel schelen. En wat je met het geloof moet, als het u helpt, oké, dan helpt het u. Maar ik weet niet wat ik ervan zeggen moet. Ik kan er zelf geen keuze in maken. Prima dat een ander dat doet, maar voor mij, ik heb daar geen binding aan. Geen grond en ook geen reden voor. Pilatus is een agnost. Wat is waarheid, heeft hij gezegd. En toen Jezus zei, ik ben de levende waarheid, toen heeft hij zijn hoofd geschud en gezegd dat hij dat niet begreep. Hij weet het allemaal niet. Zijn agnosten waar ons land mee vol is en de cultuur en diep in ons hart misschien hebben wij er ook wat van. Zijn dat kwaaie mensen? Nou, dat zijn geen kwaaie mensen. Ze geven het geloof wel de ruimte.
En ze zeggen in het politieke spektakel, we moeten toch het erin houden. Onze joods-christelijke waarden en onze humanistische waarden, die moeten we erin houden. Maar als je dan vraagt van, heb je nou zelf ook nog eens de eed afgelegd in de politiek? Dan zeggen ze, nee, daar begin ik niet aan. Het is voor andere mensen. Zelf geloven ze niet. Een agnostisch zegt die, ik wil niet geloven of ik kan niet geloven. Waar geloof je dan wel in? Waar gelooft nou een Pilatus in? Het is een Romein. Die Romeinen in de tijd van Pilatus, die waren die hele boel aan goden hartstikke zat. En er waren ook zoveel goden, zonen en weet ik wat Pilatus zei, ik weet niet wat het worden moet. Dat gevoel van vandaag, misschien ging die wel voor zijn carrière. Misschien ging die wel voor zijn toekomst, misschien ging die wel voor zijn pensioen. Of Pilatus gelooft in zichzelf. En dan marchandeer je overal een beetje tussendoor en je ziet wel waar het uitkomt. Hij wil het dan wel ieder naar de zin maken, maar ja, dat lukt dus ook niet. En als hij dan toch hier als rechter moet optreden, dan wast hij zijn handjes in onschuld en dan zegt hij, het is nog jullie schuld ook, jullie moeten zelf maar zien wat er van komt. Ik ben er vrij van. Dus een agnost houdt altijd zijn ziel buiten bedrijf. En die wil het liefst zo snel mogelijk van al die vragen af zijn. Dus van Jezus, daar kun je eigenlijk niks van zeggen. Je komt agnosten in onze cultuur ook veel tegen. En dan over de naam van Jezus, wat moet ik met Jezus doen? Ik geloof dat de EO dat zeer onlangs heeft gedaan. Misschien heb je dat in het nieuws gezien of op de krant nog kunnen opzoeken. Een onderzoek gedaan met een of ander marketingbureau. Ja, dan moet je ook maar soms vergeven wat het waard is. Maar gevraagd aan de mensen in ons land, steekproefsgewijs gevraagd. Wat zegt u Jezus? Ja, en dan is dus de uitkomst dat 22%, dus nog 1 op de 5 zegt dat Jezus wel een inspirerend figuur is. En daar heb je het dan ook mee gehad. Dus daar proef je dat agnosticisme in. Ik weet het niet. Vooral niet aankomen met de gedachte van, het is een zaligmaker die voor ons gestorven is en opgestaan. Dat is allemaal gesjor aan de ziel. Daar weten de mensen niet meer van. Laat het maar zo. Maar een Pilatus heeft het dus niet tegengehouden dat een Jezus geoordeeld werd. En ook hij is de debet aan het kruis van Christus. Wie hem niet aanvaardt, is ten diepste een tegenstander. Zei Jezus dat ook niet? Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Pilatus neemt dat allemaal niet over. Laten wij nou niet in zo'n houding blijven steken. Er is vanmorgen meer dan de vraag alleen, wat moet ik doen met Jezus die de Christus wordt genoemd? En dan ga ik een stapje verder naar dat andere punt, nog 2 korte punten eigenlijk vanmorgen. Laten we eens denken aan wat Jezus heeft gebeden toen hij hing aan het kruis. Toen Jezus aan het kruis hing, zag hij de Romeinen en de soldaten en de overpriesters en de schriftgeleerden en het volk en die leden van de Hoge Raad. En hij zag zijn discipelen en een paar familieleden. Hij zag ook al die agnosten. En hij zag er mensen heen en weer gaan die de vreselijkste dingen tegen hem schimpten en scholden en deden. En wat bidt Jezus dan aan het kruis? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet. Ze weten niet wat ze doen. Pilatus weet het niet. En de overpriesters weten het niet. En Jezus zelf weet het wel wat hij moet doen. Hij volgt de weg, en daar is hij de Christus in, de Messias in. Hij volgt de weg van het Lam van God. Zo had Johannes de Doper hem al genoemd. En Jezus, die ook met de psalmen heeft geleefd, die zegt een psalm na, uw wet is in mijn binnenste. Het is mijn lust om uw wet te eten en te drinken, om uw wil te doen. Dat moeilijk was de wil van de Vader doen, maar Jezus weet het wel dat hij die weg moet gaan. Hij moet eenswillend zijn met de Vader en Christus vervolgt zijn weg. Het is vandaag in de prediking niet alleen met de vraag, wat moeten we met Jezus doen? Want we horen ook het evangelie, wat Jezus gedaan heeft voor ons. En dan gaat het in dat evangelie over liefde.
Maar de liefde van God is wel een duur bepaalde liefde. De liefde van God kost hem zijn eigen zoon. Dat kost het bloed van Christus. Dat is een liefde die op recht is gebouwd. En dat recht dat moet voldaan worden. Jezus voldoet de wet. Als we Leviticus 19 hebben gehoord als wetslezing vanmorgen, dan zijn wij dus mank aan al die geboden. Maar Christus heeft ze wel gehouden en ze ook voor ons volbracht. Vanmorgen hoor je iets van die duur betaalde liefde van Christus. Het is liefde dat God zijn zoon heeft gegeven. Hebben we met kerstfeest mooi gevierd, maar nu komt die harde, moeilijke lijdenstijd aan. Die liefde die moet duur betaald worden. Hij geeft zichzelf in de plaats van zondaren. Het is liefde dat Jezus zich niet verzet heeft. En liefde dat hij zich liet aanklagen door dat Sanhedrin. En dat hij gezwegen heeft voor een Pilatus. Nergens lezen we dat Jezus heeft tegengewerkt in de richting van het kruis. Dat had hij kunnen doen. Al bij de gevangenneming heeft hij gezegd, ik ben het, ik ben de Zoon van God. Maar hij is gewillig geweest als een lam ter slachting. Als een zondebok is hij gegaan. En dat is hij, die staat daar terecht voor Pilatus. En die laat alles over zich heen komen. Jesaja 53, om onze overtredingen is hij de geplaagde. Dat is liefde. Hoe kan dat nu dat dat Gods liefde is? Je moet de zonde niet vergeten. De zonde is hard. Er is een grote oneer voor God. En dat Christus dan, Bernard van Vreeswijk, hier een van de collega's, heeft daar zijn dissertatie over gemaakt, over Anselmus. God vraagt op een bepaalde manier ook genoegdoening. Het is niet zo van foutje bedankt en het is vergeven. Er was een zwaar offer nodig om weer compensatie te kunnen geven. We moeten daar toch ook niet te makkelijk over denken. Als God mij voor zijn rechterstoel gaat dagen, kan ik dan zeggen, grote baas, ik heb mijn best gedaan, foutje bedankt, even Apeldoorn bellen of zo. Nee, dan moet er wel iets anders zijn. Dan moet het bloed van Christus mij dekken. Dan moet hij mijn plaatsvervanger, mijn voldoener zijn, in mijn plek gaan staan. Dat is wat Christus doet. Zo duur en zo hard is de liefde van God dat hij deze weg moet gaan. Hij moet ons bevrijden door zijn dood van het oordeel van God. En die liefde van God, die dringt ons vanmorgen. Liefde die met vergeving en met rechtvaardigheid heeft te maken. Houdt u van die prediking? Moet dat erin zitten vanmorgen? En iedere keer dat je hoort van het unieke werk van Christus? Je hebt niet genoeg om te zeggen, Jezus is wel op een bepaalde manier inspirerend. Hij leert mij om met de mensen om te gaan of om voor de schepping te zorgen. Zeg alsjeblieft iets meer en dan kom je bij de kern van dat offer van Christus. Dat is nou eigenlijk ook de harde kern van het protestantisme. Wat we van een Luther en een Calvijn geleerd hebben. Ik, hoe geraffineerd ik ook ben, ik kan het niet doen. Hij moet het voor mij doen en hij heeft het ook voor mij willen doen. Het is duur bepaalde liefde. Christus wist dus wel de weg die hij moest gaan. Laatste puntje. Begon met niet weten wat je met Jezus moet. Het volgen dat Jezus zelf doet in de weg van de Vader. En ons laatste puntje. Dat we in Jezus geloven zullen. Als nou vanmorgen de vraag komt ook naar ons, wat moet ik doen met Jezus? Je bent dus niet klaar met de schouder ophalen. Je mag misschien zelfs wel even denken, maar sommigen zeggen, ah, nou ga je de mensen bang maken, hè? Je mag misschien zelfs wel even denken, wat moet Jezus doen met mij? Als dan een keer de balans van mijn leven moet worden opgemaakt en ik moet het leven aan God teruggeven, wat moet Jezus dan doen met mij? Zou het dan niet zo heerlijk zijn dat hij zou zeggen, dat is ook een broeder, dat is ook een zuster van mij. Dat we gedekt zijn als donend schaapje onder de liefdemantel van die goede herder. En dat we geschoond zijn door zijn offer en door zijn bloed. Wat moet Jezus doen met mij? Dan hopen we dat hij onze behouder is. En dat hij onze plaatsbereider is. Waar hij is, dat wij daar ook mogen zijn. Heb je dat geloof niet voor de toekomst en voor dit heden nodig? Wat zullen we met Jezus doen? Met Jezus die de Christus genoemd wordt. Ik heb al genoeg gezegd dat de wereld eigenlijk zegt, hij past niet meer in het concept van deze tijd. Arme man, wat heb jij ons nu nog te bieden?
De wereld vraagt niet naar hem, maar hij vraagt nog wel steeds naar de wereld. Als het geloof een vrijspraak uit genade is, als hij gekruisigd moet worden, opdat wij mogen leven, zijn dood is mijn eeuwige doorgang, dan heb ik toch alles met Jezus. Die liefde stort hij in onze harten uit. Ik had een verhaaltje gevonden vanmorgen. Ik denk dat doe ik aan het eind van de preek over de liefde van Christus. Dan kom ik even op die grote boot. Als je over een boot praat in Scheveningen, dan luistert iedereen natuurlijk. Er is weer zo'n hele grote boot te water gelaten. 4 februari. The Icon of the Sea, de icoon, dus het grote trotse beeld van de zee. Die vertrok op 3 of 4 februari voor haar eerste reis. Een schip van cruisemaatschappij Royal Caribbean International. Dus dat zit in die Caribische gebieden. Dat is dus zo'n knots van een schip. 7 zwembaden, 6 glijbanen, vermaakcentra. Er kunnen geloof ik 6.000 passagiers op en 3.000 koppen bemanning. Dus bijna 10.000 mensen kunnen erop. Dus dat zijn misschien de gefortuneerde pensionado's die zeggen, Mien, we gaan nog eens de reis van ons leven maken. De cruise met die Icon of the Sea. Nou, als dat allemaal maar goed gaat, dan gaan je gedachten natuurlijk terug. En dat is mijn verhaaltje. Naar 1912. De Icon of the Sea heette in 1912 de Titanic. Dat was ook de trots van de wereld. Er kon helemaal niks mee gebeuren. Die zou naar de andere werelddelen varen met alle luxe van dien. Nou, u kent het verhaal van de ijsberg waar hij al tegenaan liep op de eerste reis en hoe het gegaan is. Ik ben benieuwd wat u vindt van dat verhaal van de Titanic. Dat gaat dan over meneer Strauss, Isidor Strauss. Ik keek het in internet na. Misschien is het verhaal een beetje verfraaid in de loop van de tijd. Maar de Titanic ging onder, onverwacht en radicaal. En meneer Strauss en zijn vrouw waren passagiers van de eerste klas. Dus die hadden ook het eerst recht op een plek in de reddingsboot, want ze hadden ervoor betaald. Die zaten niet bij het gewone volk, maar die zaten hoog. Maar die boot ging ten onder. En wat heeft meneer Strauss gedaan, zegt het verhaal? Hij hielp om de vrouwen en de kinderen van de hele boot plaatsen te geven in de reddingssloepen. Ten slotte kreeg hij ook zijn eigen vrouw nog zover dat ze in een sloep ging. En zelf bleef hij op het schip staan en ging hij met het schip ten onder. Zo stond hij in het leven. Ze hadden de eerste klas geboekt, maar hij liet dat helemaal los. Neem jij mijn plekje maar. Hij had het voor die anderen over. Hij stierf er zelf bij. Wat vindt u van zo'n man? Nou ja, die moet je noemen in de annalen van de geschiedenis. Die moet je postuum eer geven. Van zo'n man zeg je niet, dat is me de moeite niet. Laat zulke mensen maar van de aardbodem verdwijnen. Dat zijn geweldige mensen. Terwijl Jezus ook de eerste klas had, verliet hij de eerste klas en hielp die iedereen in de sloep om zelf ten onder te gaan. Iemand van de eerste klas die er recht op had uit de hemel van God, liet het allemaal los. Dat is het weg, de weg van Christus. En dan zouden wij roepen, weg met hem, kruisigt hem. En dan kruisigen we Jezus vandaag opnieuw. Ik moet dat verhaal van meneer Strauss nog afmaken, het is niet helemaal af. Hij dirigeerde ook zijn vrouw naar een van die reddingssloepen. Maar toen klom ze er toch weer uit en ging terug naar de boot. Het waren mensen van in de 40, maar we zijn al die tijd zijn we samen geweest, zei ze tegen hem. Ja, zei hij, dan zullen we ook samen nu deze weg moeten gaan. Ze kwam uit de sloep en ging bij haar man. Aangestoken door de overvaardige liefde. Liefde is dus ook werkzaam. Liefde kan ook veel doen. Of het verhaal zo precies gegaan is, laten we het aannemen. We mogen ook aan andere mensen de hand reiken en zeggen dat Christus de kracht heeft om ook hen te redden. Zijn liefde is zo sterk dat we elkaar ook nog naar Christus kunnen toetrekken. Niet de agnost zijn vandaag, ik weet het niet. En ze zoeken het allemaal maar uit.
maar toch ook nog in je hart de bewogenheid hebben. Als er zo'n trekkracht is in mijn heiland Jezus Christus, dan kan ik het ook niet ongezegd laten aan de anderen. En dan komen de momenten dat je aan de anderen vraagt van, hopelijk heb je toch nog wel iets met het geloof en met het geloof in Christus. In deze verlegen tijden, in zo'n barre wereld waarin de agressie opspiert en we de grootste zorgen hebben, moeten we toch zeggen, wat heb ik met Jezus? Ik heb er toch mee dat Hij de redder is. En ik heb toch zijn kruiswerk en zijn opstanding nodig. En ik wil ook dat de kerk het blijft verkondigen. En ik wil het ook proberen te zeggen aan de anderen. Anders komen we er nooit. Heb veel met dat lijden en sterven en de verheerlijkte opstanding van Christus. Wat zal Jezus met ons doen? Misschien zegt Hij dan, je had maar een klein geloof, maar je hebt mijn naam niet gelogen. Kom, ga in tot de vreugde des Heren. Laten we ons ook vanmorgen toch bezinnen op onze belijdenis, op ons geloof. En laten we de kracht die God door zijn geest geeft ook aan ons laten trekken. We hadden niet veel met Jezus. Maar nu ik van Hem gehoord heb, weet ik, Hij is mijn levendmaker. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Amen. Laten we de pastorale mededelingen maar heel kort houden. Fijn dat we hier zijn vanmorgen of weer mogen zijn. En ook dat mensen uit het ziekenhuis mochten terugkeren. We hebben ook in de nieuwsbrief daarover geschreven. En u leest ook bijvoorbeeld een dankwoord van dominee Quist in de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief leest u ook, we hebben, dat ga ik maar even zeggen, we hebben van de week weer vergadering van de kerkenraad. Dinsdagmiddag, dan moeten we ook spreken over die dingen waarover onze voorzitter ons heeft ingelicht, ook in de nieuwsbrief, rondom de toekomst van de wijkgemeente en het vervullen van de predikantsplaats zijn we in gesprek. U hebt dat gelezen en daarover zullen we ook van de week nadere stappen ondernemen. En u wordt alle nog betrokken bij een grote raadpleging die we onder leiding van deskundigen in onze wijkgemeente willen doen.
leest u ook dus de nieuwsbrief en het kerkblad en houdt die berichtgevingen ook bij. Laten we ons gebed doen. Heren, we komen u danken voor de zondag, voor de zondagsdienst, voor het moment waarin ook vanmorgen uw woord is verkondigd, in alle gebrekkigheid in mensenwoorden en in de gebrekkigheid van mensenoren. En we bidden van u, laat er een bezinksel van blijven. Zuiver het uit wat de boodschap van uw geest is, dat die in ons woont, dat het ons ook tot beslissing mag brengen. Voelen wel aan dat we niet zo lauw, afstandelijk en laks met de persoon van Christus kunnen omgaan. Ken het unieke offer, het unieke van het christelijk geloof. Dat ruilen we niet zomaar in voor een mensgeloof of iets anders. En we zouden zo graag ook willen zien dat ook onze cultuur nog weer doordezemd wordt van de kracht van uw geest. Dat er wat in eerdere tijden is geweest ook nu mag gebeuren. Iets van een opwekking komt. En dat er iets komt ook dat we ook geleerd door de nood in de wereld zeggen, we moeten God gaan zoeken. En dat we niet onze eigen helpers alleen maar doodmaken. En dat we Christus weer kruisigen. Of het evangelie maar keer op keer versmaden. Of die kerk aan de kant smijten. Dat is het verkeerde werk. Pilatus is niet onze beste raadgever vanmorgen. We begrijpen zijn vragen en zijn twijfels. En tegelijkertijd in Christus ontvangen we de weg, de waarheid en het leven. Heere Jezus, ontferm u over ons, over de onze, over onze kinderen en kindskinderen, over de mensen om ons heen, onze familieleden, collega's en buurtgenoten, gemeenteleden, over die arme mensen in de wereld, in Oekraïne en in Rusland en in Israël en in de streken van Gaza. In dat alles kunnen we alleen maar bidden, o Lam van God, wees nog genadig over hen en over ons allen en leid ons door. Bidden u om de voortgang van het geloof, ook onder ons. Het missionaire werk dat in de gemeente gedaan wordt. De koers die de wijkgemeente moet gaan en mag gaan. Het vertrouwen op u en de Christus in het midden. We bidden u om behoud van uw volk Israël. Ook dat daarin de Messias mag doorkomen. Wat zal het een heerlijke dag zijn wanneer we met elkaar zullen zien. Hij is het. Wat moeten we doen met Jezus? Wat heeft hij voor ons gedaan? Hij heeft het voor ons volbracht en we mogen zijn volgelingen zijn. Wilt u de oorlogen doen ophouden en bij slachtoffers zijn, aan welke kant dan ook. Wilt u de machtshebbers in deze wereld wijsheid schenken. Wilt u in ons eigen kleine landje zijn, in ons gekrakeel, in ons politieke discours, in het zeer geheime overleg wat misschien wel op niks uitloopt om een kabinet te krijgen. Wat verbeelden we ons wel niet dat we het allemaal zelf kunnen doen. Geef nog kracht en wijsheid van boven. En laten ook de mensen die christen zijn nog eens wat dingen kunnen zeggen die soms het alles op een ander plan, in een hoger licht, op een beter niveau kunnen tillen. Wilt u onze koning en zijn gezin de kracht geven om, al is het vaak in een figuurlijke functie, leider van ons land te zijn? Wilt u voor de christenen in de verdrukking zorgen? Wilt u zijn bij de mensen ook uit ons midden of verder die in een proces van ziekte zijn en die op genezing en op kracht hopen? Wilt u hun gebed nog verhoren? Wilt u bij de mensen zijn in de verpleeghuizen en de ziekenhuizen en herstellingsoorden? En ook de mensen achter het cijferslot die hun verstand niet meer kunnen bepalen. Het is zo'n zwakke wereld en we zijn maar zulke eenvoudige mensen. We hebben uw liefde en bescherming nodig. Help de mensen die naar anderen omzien, dat ze inspiratie hebben ook vanuit u, vanuit het geloof. Geef dat we met elkaar nog samen één lichaam willen vormen en dat we elkaar nog opzoeken in deze wereld. We bidden u in stilte wat we persoonlijk willen vragen of u de dank voor willen brengen. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen.
Vrienden, zullen we ons slotlied zingen? We gaan dat staande doen. En dat is uit de bundel van Johan de Heer, 836. Op die heuvel daarginds stond een ruw houten kruis, het symbool van vervloeking en schuld. En wat daar volgt. En dan eindigen we zometeen de dienst onder de zegen van God. Voor ons hier in de kerk en ook voor u thuis. En hier in de kerk zullen we elkaar nog in het schip van de kerk voor de koffie en voor nagesprek een ogenblik kunnen ontmoeten. Fijn dat we ook vanmorgen hier in de kerk en in de verbondenheid betrokken waren bij deze dienst. Klein en groot, we ontvangen samen de zegen van de Heere.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u zijn vrede. Amen.